Melvin, basisspeler, dat moet echt heel veel zelfvertrouwen geven ten aanzien van je presteren. Yeah, of course. But I think I've earned it. I've never got it like this. I had to fight for it. So yeah, I did pretty well in the last games, and I think I can. I hope I can continue like this and yeah, be important for the team. Vorige week tegen NAC maakte je 0-1. Daarna de kans op 0-2. Spookt dat nog door je hoofd 's nachts? No, not really. To be honest, normally I'm a guy who's like always like thinking about his missed chances, but this was like it was like an opportunity which was there, but it was there, and it was a shot from Geraldo, and I saw like the opportunity to maybe touch it a little bit, but I gave my best, and at the end it was not enough. Denk je wel dat dat bepalend is geweest voor het uiteindelijke resultaat? Dat als je eenmaal op 0-2 voorkomt, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk. Yeah, of course. If you lead the game 2-0, then it's a different story. Always. But yeah, we didn't score. Zondag hier thuis tegen Heracles. Ik heb nog even nagekeken. Vorig jaar 4-1, toen scoorde jij tegen Heracles. Dus wat dat betreft zou het een aardig scenario zijn als het komende zondag weer gaat gebeuren. Yeah, I remember that game really well. It was my first goal for ADO. And it was at the end 4-1, and I hope we can do the same on Sunday. Op dit moment sta je op 2 gescoorde doelpunten en 2 assists. Is dat iets waarvan je zegt van, nou, daar zit nog duidelijk verbetering in? Ja, definitief. Ja, absoluut. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Ja, playing, continue to play, start the game and kansen afmaken. Met name dat laatste. Hier thuis tegen VVV en ook vorige week tegen NAC. Jullie krijgen de kansen om de tegenstander te killen, zeg maar. Dan wordt het een ander verhaal. Als je dat niet doet, dan krijg je het dan moeilijk. Ja, in our last games we talked about it a lot. That we make the 1-0, we're good in the games. In the last time, always in the first 30 minutes, we get a lot of chances, but we don't really kill the game. And our goal for the next game. Ik begreep van Tom Bodelsdijk dat de trainer afgelopen week tijdens de training heeft aangehaald de passie die er vanaf straalt van Feyenoord tegen Ajax. Is dat ook iets waarvan je zegt van dat moeten wij ook gaan brengen? Ja, to a certain point absolutely, but I think you have to look also like a little bit calm on the situation. I think a game between Ajax and Feyenoord is always something special, and even Feyenoord is not playing like this all the time. But the passion was something everybody looked up to, definitely. Wat voor soort wedstrijd verwacht jij zondag? It's difficult to say. We go for it. We give everything. Try to score a lot of goals and hold a nil. Yeah, always. Het is een hele spannende competitie, ook in het rechterrijtje. De marge naar onder is maar 3 punten. Heel anders dan vorig seizoen, want toen was de marge na 19 wedstrijden 11 punten. Is dat ook iets waarvan je zegt van ja, binnen de groep geeft dat een bepaalde druk of zie je dat niet zo? To this point, I wouldn't say so. We're pretty confident to win our games. I mean, if you look at the last season, close games like this, for example, against NAC would always fall on our side. And this now we're in a situation where it's not falling on our side. But if you're patiently working for it, it will come. It will come. Tot slot, het is nu 1 februari. Je hebt een aflopend contract. Yeah. Zijn er al gesprekken gegaan tussen jou en de club? No, so far not. Let's see how it goes. Wat is je eigen intentie? Zou je willen blijven? I'm pretty open to anything. If the clubs wants to talk with me, I'll talk with them. If not, we will see. I think it depends on my performances.